van de broek. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar de bijdragen deze avond zijn een beetje ingekort. Aan het begin van de avond was dat 5%, dat is opgelopen tot 7,5%. Dat betekent dat we stilaan bij het hoogtepunt zijn aangekomen. The man himself, the hardest working man in showbiz, ons ligt een voorbeeld. Hij zal het zelf niet ontkennen, het is ook een beetje een monument, toch? Hè? Sprakeloos bij het zien van zoveel schoonheid. Geniaal geest, geniaal lichaam. Dames en heren, de Collins. Dames en heren, u zal het zich wellicht niet meer herinneren, maar op 30 juli 1419 vond er in Praag een processie plaats. Nu zouden we dat gewoon een betoging noemen. Een processie van mensen die ontevreden waren over de ongelijkheid tussen de boerenbevolking en de kerk, het bestuur en de adel. Een voorbijganger was dan weer ontevreden over die ontevredenen en bekogen dus met een steen. Daarop werden de betogers heel boos, trokken naar het plaatselijke schoonverdiep, grepen 7 stadsbestuurders bij de kraag, zetten het venster open en keelden het stadsbestuur, of toch een aanzienlijk deel ervan, de straat op via het venster. Deze gebeurtenis staat bekend als de eerste Praagse defenestratie. Het moet 1974 geweest zijn, ik was daar op 15, 16, toen onze voortreffelijke en welbespraakte leraar geschiedenis dit zeer tot de verbeelding sprekende verhaal met veel aplomb vertelde. Het was alsof we er zelf bij waren. Onze leraar liet dan ook niets aan het toeval over om zijn verhaal kracht bij te zetten. Het raam ging letterlijk open. En wij zagen hoe onze leraar met grote zwier en met zichtbaar genoegen één voor één de stadsbestuurders het raam uitgooien. Die leraar is hier aanwezig. Hij zit daar aan tafel. Hij is stadsbestuurder van deze stad. Beste Mark, kom voor jullie leven. Dank voor al die begeesterende lessen, die merkwaardige vorm van aanschouwelijk onderwijs, dat aanstekelijk engagement, die bezorgdheid voor het lot van de kleine man. Dank vooral voor dat mooie woord, defenestratie, dat ik voor het eerst uit uw mond vernomen heb. Toeval bestaat natuurlijk niet, maar toch is het wel heel merkwaardig dat nu net dit woord mij voortdurend voor de geest komt als ik de strapatsen van uw huidige partijgenoten en coalitiepartners aanschouw. Achtingsgeerpen, beste Mark, u zit daar natuurlijk een beetje gevangen, niet tussen al dat cultuurbeen, en vrees niet, ik zal dit podium en deze gelegenheid niet misbruiken om mijn geld te spuren over het kortzichtige, misplaatste cultuur- en kunstbeleid. En onze nieuwe regering of over de vernederende positie van het literaire middenveld. Maar ik wil het wel even hebben over dit huis. De afgelopen weken heb ik mogen samenwerken met Leen van Dijk en Diane Scheren om maar 2 van de voortreffelijke medewerkers van dit mooie museum te noemen. Ik heb gezien wat voor een uitzonderlijk en belangrijk werk hier wordt verricht. Ik wil u, meneer de Schepen, geachte aanwezigen, bevestigen dat ik het een hele eer vind om hier een tentoonstelling over 30 jaar buiten bekeken te mogen presenteren. Ik wil Leen van Dijk en haar collega's van harte bedanken. Ik wil tevens Sven Groten van B Architecten bedanken voor de prachtige vormgeving van de tentoonstelling en voor de bijzonder aangename samenwerking. Ik wil Matthijs de Ridder bedanken voor zijn werkelijk voortreffelijke boek en ik hoop dat het de critici krijgt die hij verdient. Als we ze vinden.
Ik hoop... ik bedank Stijn Dams en Gert Doorman voor de prachtige vormgeving. Ik wil ook de uitgeverij De Bezig Bij bedanken voor het huzarenwerk. Ik wil Hugo Moens bedanken voor het licht. Geert Allard van Arte Fact 4. Dave de Rijke van XL Printing. Mijn medewerkers Ellen van Tichelt, Als de Jonge en Hans Bogaert. Mijn kinderen, Leandra en Jana, niet alleen omdat ze mijn kinderen zijn, maar vooral omdat ze de laatste dagen op echt essentiële manier hebben geholpen. En natuurlijk wil ik ook Marianne Janssen bedanken, mijn vrouw, compagnon Ruud, vanaf het eerste moment. Tussen de bedrijven door heb ik de werking van het Letterenhuis wat nader kunnen gadeslaan. Ik heb gemerkt dat het gebouw wel een likje verf kan gebruiken om het vriendelijk uit te drukken. Ik heb me soms afgevraagd waarom je bij het betreden van dit pand eigenlijk niet zo'n gele beschermhelm moet opzetten en een witte kiel moet aantrekken. Ik heb mij verbaasd over het feit dat dit museum het met 2 bezoekersdagen minder moet stellen in plaats van een paar dagen meer. En een museum is pas een museum als het open is, niet als het gesloten is. Een blinde kan het zien. Het Letterenmuseum, het Letterenhuis, is niet het favoriete museum van de stad Antwerpen en ook niet van de Vlaamse gemeenschap. Het wordt beschouwd als het vijfde wiel van de wagen en het wordt ook zo behandeld. Terwijl hier de ziel, het geheugen van de stad en van het land bewaard worden. Daarom, beste Mark, achterschip, wil ik graag op even beschaafde als schaamteloze en arrogante wijze een beroep doen op uw liefde voor geschiedenis. En op de talloze goede contacten die u ongetwijfeld onderhoudt met uw collega's van het stadsbestuur, met uw vrienden in het Vlaams parlement en de Vlaamse regering, met die mensen die op het juiste ogenblik op de juiste stoel zitten en die u allemaal met de voornaam mogen aanspreken. Ik wil u vragen om bij die mensen te bepleiten dat een prachtige instelling als het Letterenhuis wat wind in de zeilen krijgt. Bepleit dit alsjeblieft waar u kan, bij minister Gats, bij Schepenheilen, bij burgemeester De Wever. En als ze niet luisteren, gooi ze dan gewoon het raam. U weet hoe dat moet. Ik heb het u 40 jaar geleden zien doen.